Hallo mensen, welkom in Deadbolt. Dit is een heel kleine game. Hij was eigenlijk bedoeld voor maar een heel klein groepje mensen, zeg maar. Volgens mij heeft er ook gewoon iemand deze game gemaakt voor zijn vrienden. Maar het is heel populair geworden eigenlijk. Ja, vandaag ga ik het spelen. In elk geval, sowieso, vandaag. Blijkbaar kun je gewoon het aandeel lopen. Zijn dit wat zijn dit? Vreemde wezens in elk geval. W-U-Stairs. Pick a knife. Kill all enemies. Oké, linker muisknop is dus... Oh. Gaat hij nu... Heeft de pistool. Oh, shit. Ik ben dood. Oké. Okay. Nu weet ik hoe het werkt. Je kunt op de deur kloppen. En dan komt hij dus. En dan... Kan ik zijn wapen? Op... Wat is dit? Searchlight. Nee, dat hoef ik niet. Ik wil het wapen oppakken. Nou ja, dat kan blijkbaar niet. Hij heeft een pistool, maar... Oh. Ik kan denk ik mijn mes... Ik kan mijn mes gooien. Maar kan ik hem dan ook weer oppakken? Nee. Wanneer ik hem gooi... Dan kan ik hem niet meer oppakken. Ik raak ze in elk geval. Maar wel werd ik zelf ook neergeschoten. Gaat je bitch. Als ik sla met een mes, gaat de deur dan ook open? Nee. Kan ik door de deur? Nee. Laat maar. Weer, ik moet sneller zijn. Oké, speedrun. Oké, en nu de... Kan ik springen? Nee. Mes, de... Mes. Yeah. Oké, dan kun je dus wel het mes oppakken. Nou ja. Pick up .32 revolver. Ik moet er 2 kogels in. Jeetje. Heeft zij dat gehoord? Volgens mij niet. Nee, hij heeft gewoon nog links door. Ik kan niet door de deur heen schieten en ik ben out of ammo. Shit. Ik kan gelukkig wel weer terug naar mijn mes. Oké. Ga je nog verder lopen? Werkt dit? Volgens mij heb ik gebukt. Yes! Ik heb de game laten vastlopen. Op de een of andere manier dacht hij dat ik bij die trap was ofzo. Cover. Ah. Oké. Okay. Leuk. Niet voor nu, want ik ben klaar. Oké. Enter vent. Oh ja, kan ik niet eens naar binnen. Enter vent. Oké. Okay. Ik ben te snel. Ik ben een wolkje. Maar goed. Ja. En ik kom uit de wc-pot. Wauw. Die. Ik kan zijn mensplekken niet oppakken.
Oh ja, niet mijn mes gooien. En de vent, waar kan ik heen? Oké. Ja, precies, ik kan switchen. Oh, kut. Ik had niet verwacht dat zij zouden komen als ik klopte. Maar goed. Het lukt maar goed. Time 15 minuten. Ik heb er geen 15 minuten en 10 seconden over gedaan. En het is ook geen 3 uur 10. Het is 14 uur 41. En ik heb erover gedaan. Dat kan ik zo bij mijn camera zien. Zo. 5 minuten 52 over gedaan. Dus ik weet niet wat het heeft gedaan. Qua tellen of zo. Maar ja. That's 5. Kills 5. Nou, toch een KD. Kill death ratio voor de mensen die dat niet weten wat het betekent. Van 1. Accuracy 45%. Headshots 27%. Press E to continue. Oeh. Zijn er ook zombies? Nee, volgens mij niet. Sit. The flames roar to life. Okay. Mission. I got a few noise complaints from zombies shacked up in a house downtown, the fire said. Ik weet het, en iedereen die wel eens een vuurtje heeft gestoken of zelf een open hart heeft of zo, die weet ook dat vuur, dat knettert dus wel zo. Maar het praat niet. Show them the door. Mission unlocked. Oké. Leuk vuur. Nu blijft het tenminste aan. Choose mission. Oké. Leuk. Hij deed zo'n boekje open. Select mission. Noisy neighbors. Case number one. Show me your abilities. Kill all the undead. Oké. Kill all enemies. Ik kan hier naar binnen gaan, maar dan schiet hij me waarschijnlijk meteen in. Ik heb wel meteen een revolver. En hier is een 9mm pistool. Maar ik heb een wens. WC. Kom maar. Heb ik ook een mes? Ik heb geen mes meer. Oh mijn god, nu komt hij. Waarom? Ik moet richten. Ik moet ook met de 9mm, hè? Headshot! Oké, die gaan we weer verder. Kut! Waarom miste die? Ik snap het niet. Ik ga er weer in. Ik ga het snel naar boven. Ik knak op de deur. De deur op de deur. Ik doe de deur open. Ik schiet hem neer. Ik schiet hem neer. Oh, moet ik echt. Ik denk. Ik wou zeggen, ik denk dat ik echt op zijn hoofd moet richten. En niet gewoon in de richting waar hij staat. Die, bitch. Oh, nu zitten zij ook achter cover. Nee, ze komen. Ga jij ook komen? Ik wil nog maar 3 kogels. Ja, hij komt. Hij komt. Hij komt. Nee, even een goeie zombie. Tudu tudu. Oh, met een 9mm pistool moet je ook richten. Oké. Okay. Je bent. Het laatste stukje is moeilijk. Oké. Okay. Boom, dood. Boom, dood. Oh, oeh. Je kogels gaan verder uit elkaar.
Oh, leuk geluid. Waar die leeg is. Ik ben dood. Ik merk nu pas eigenlijk iets heel ergs. Dat betekent dus dat mijn geluid heel hard staat. Ik had mijn koptelefoon niet op. Maakt er voor jullie waarschijnlijk niks uit. Ja, misschien heeft hij het geluid ook via mijn microfoon opgepakt. Maar dat is toch synchroon. Als het goed is. Oh, dit had ik nog niet gehoord. Klinkt wel lekker, je hoort nu ook het bloed. Maar, je hebt ook voetstapjes. Jullie hadden dat natuurlijk al gehoord. Maar ik toch niet. Die. Ik had cover genomen op een niet zo heel goede plek. Nou ja, wel op een goede plek. Maar aan de verkeerde kant. Ik moet zeggen, het is een moeilijke game, maar hij is wel leuk. Oké. Oh, weer eens tegelijkertijd. Ik ga toch maar weer gewoon mijn tactiek van hier naartoe gaan. Gebruiken, oh mijn god. Ik ga nu eerst beneden helemaal. Ik heb geen kogels meer. Fuck. Oké. Op de een of andere manier, als hij naast je staat, gaat de kogel blijkbaar maar niet in hem. Here's Johnny. Ik heb nog 3 kogels. Hier dat het nou Iron Eren. Sorry dat ik zo slecht ben. Maar ik ga sowieso deze missie afmaken in deze video. Here's Johnny! Oh wacht, mijn auto is daar, denk ik. Ik heb tenminste 1 missie kunnen voltooien. En de tutorial. Maar 1 missie, dat is goed toch? Ja toch? In elk geval, ook al faal ik heel erg. Ik bedank jullie voor het kijken. Laat even in de comments weten of ik de andere missies, want zoals ik zag waren er best wel wat in deze game. Ik de andere missies ook nog goed gaan doen. En tot de volgende video. Oké. Okay. Shit, wat is er nou?